de dingen die ik maak zijn niet zo evident. Dus ik verwacht ook wel weer serieuze, heftige reacties op mijn film. Dus als die draait op filmfestival hier in Oostende, dan ben ik zeker dat er sowieso mensen gaan zijn die dat fantastisch gaan vinden. Maar dat er sowieso ook mensen gaan zijn die dat ongelooflijk slecht gaan vinden. Maar nee. Dat is net het interessante aan dingen die niet evident zijn. Hè. Aan wat de grenzen proberen te verleggen, cinematografisch. Dus, ja. Maar dat is iets waar je passie en je hart naartoe gaat, hè, om een bepaald soort cinema te maken. Ik kies daar niet voor, dat is iets, je leeft daarvoor en je doet dat graag en je gelooft daarin. Dus uiteindelijk, wat dan andere mensen daar dan over oordelen of zeggen, ja, dan heb je daar niet over te kiezen. Ze kunnen allemaal je zak op. Wat? Dat zei ik nu ook niet, maar ja. Ja, ik merk wel dat niet evident is die ik maak. Maar ja, op internationaal vlak dan gaat het wel wat gemakkelijker. Hier moet ik mij alsof nog goed motiveren waarom dat ik dat doe en dat, weet je wel. In het buitenland is het zo van, daarom doe je dat. Weet je wel, ze hebben het allemaal door, weet allemaal wat je doet, wat je mee bezig bent. Maar hier is het nog een beetje, ja. Maar ja, ik zou zeggen, ja, ik kom het zelf zien, hè. Ja. Voor een festival en oordeel zelf. Waar moeten we ons aan verwachten? Wat soort genre is het eigenlijk? Ja, maar dat is ook zo. Allee, het is geen drama, het is geen thriller. Het is echt een soort meer. Het is een audiovisuele ervaring. Die heftige emoties losmaakt. En die toch wel de bedoeling heeft om ook. Allee, naast het voelen van wat dat er allemaal gaande is, dat je ook effectief begint na te denken over bepaalde thema's die ik aanreik. Maar Kain was dat ook zo. Het is een ervaring dat je creëert in beeld en geluid. En als de film dat gedaan is, dan ben je echt dan ben je na te denken over wat je net gezien hebt en wat dat. Het zijn altijd universele dingen die ik doe. En probeer dat zo wat. Het is de bedoeling dat je echt nadenkt. Allee, eigenlijk wat ik daar nu aan zeggen, het is de bedoeling dat de kijker de film afmaakt in zijn hoofd nadat de film gedaan is. Ik doe maar al over, kijker. Nee, maar ik vind dat de opdracht is van kunst. Ik vind dat kunst moet raken, moet je laten nadenken over bepaalde dingen. Ik hou niet zo van. Oh, jij bent met kunst bezig. Ik zit geen filmmaker, je zit met kunstenaar. Nee, maar ik vind, ik bedoel. Maar Kain was dat ook zo van. Mensen kijken daarna en ik vind dat het wel. Allee, het is de bedoeling dat mensen zelf kunnen nadenken toch? Allee, het moet niet allemaal ingelepeld worden, het moet toch niet allemaal happy end zijn, maar dat als de film gedaan is, is de bedoeling dat je er nog even mee bezig bent en dat je er nog een keer over nadenkt en nog mee bezig bent. Ja, als de film gedaan is, dan is de film gedaan en dan 5 minuten later zijn mensen al bezig met iets helemaal anders. Het is toch de bedoeling dat het je ziel raakt, dat het werkt op je gevoel en dat je er ook iets aan hebt. Dat is toch wel de bedoeling eigenlijk. Ja. Dat is ook wat dat muziek doet, of schilderkunst of zo, denk ik. Nee, maar kijk, ja, dat zijn mijn principes, ja, dat is wat ik in geloof en dat is, ja, voilà. Ik vind, ja, allee, mijn passie gaat uit naar soort films van Tarkovsky, Bresson, zo'n regisseurs allemaal, Antonioni, en ja, dat zijn films, als je daarnaar kijkt. Eigenlijk Terrence Malick ook, dat zijn films dat je, als dat gedaan is, dan is dat niet gedaan en is dat gepasseerd. Dat zijn dingen waar je iets aan hebt en waar je over nadenkt, waar je dingen bij voelt. Er zijn bepaalde thema's die worden aangeraakt en ja, zit daarmee bezig. En dat is uiteindelijk wat ik wil doen. Ik wil echt films maken die een impact hebben op de kijker of op het publiek en die daar ook iets aan hebben. Zowel visueel, zowel emotioneel als intellectueel. Ja. Ik bedoel, je staat dan niet bij stijl als je iets maakt, je gelooft daarin en je doet je ding en dan nadien zijn er echt zo mensen die zeggen van, wow, dat is slecht. En ja, dat is niet leuk, maar aan de andere kant, dat hoort erbij, dat is het deel van het film maken eigenlijk. Dus ik weet wel dat het ook wel heftige reacties gaat uitlopen. Maar kan je nou dat ook zo? Oftewel vind je dat ongelooflijk goed, oftewel vind je dat ongelooflijk slecht, dus het is nu eenmaal zo. Ik heb ooit een keer een screening gehad van Kain in de cinema en het waren echt mensen die boe aan het roepen waren. Dus ja. Dus ja, zo wat. Dat is voor te bij. Dus je bent er klaar voor? Absoluut.
Absoluut, ja, maar ik bedoel, ja, achter een paar jaar zijn we al gewend, zo'n ding. Dus ja. Maar allee, ik ben ook wel blij dat er mensen naar mij toe komen en die dan zeggen, oh, dat is wel straf wat hij maakt. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En als je dan met vorige film kan, zal het zijn in het filmfestival van Berlijn, ja, dat geeft wel een enorme vertrouwen, een enorme boost in wat je mee bezig bent. En ja, dan maakt het eigenlijk niet echt veel meer uit wat andere mensen dat wel vinden eigenlijk. Allee. Ja. Uiteindelijk blijf je geloven in wat je doet. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.